Wat is één van de krachtigste manieren om jouw bedrijf te laten groeien? Hoe frustrerend is het als je niet bereikt wat je wil bereiken? Dan kom je in een negatieve spiraal. En het is juist de kunst om het dan te keren, om te leven vanuit positiviteit en om jouw doelen te bepalen wat je wel wil. Want wat je aandacht geeft groeit. Dus als je in een negatieve spiraal zit en je gaat dat aandacht geven door alleen maar te denken wat er niet lukt. Wat je aandacht geeft groeit, dus dan krijg je meer negativiteit. Ik geloof in de wet van de aantrekkingskracht. Dus wat je juist wil, dat je dat aangeeft, dat je daar je intenties op zet. Omdat je dan vanuit de positieve flow wel je doelen gaat bereiken. In plaats van alleen maar aandacht focussen op wat er niet is. Dus focus je op wat je wel wil. Welke klanten wil je wel? Wat voor werkzaamheden wil je wel doen? Welke nieuwe kennis wil je wel leren? Een krachtige manier die mij elke dag helpt is om intenties te zetten over wat ik wel die dag wil bereiken. Welke doelen ik wel wil behalen, waar ik hulp bij wil. Dus mijn tip aan jou is, neem elke dag even een paar minuten de tijd om te focussen en om intenties te zetten wat je wel wil. Ik geloof dat je dan veel sneller bereikt wat je graag wil bereiken. En niet te vergeten, wees dan ook dankbaar voor wat je wel hebt bereikt. Dus kijk elke dag even, oké, wat is wel gelukt? Ook al is het maar iets kleins, het maakt niet uit. Het gaat erom dat je heel dankbaar bent voor alle stappen die je hebt gezet. Dat je trots bent op wat je hebt bereikt. En dat je de intenties zet over waar jij naartoe gaat. Wat jouw doelen zijn. Dus leef vanuit positiviteit en wees trots op jezelf. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je van deze video vond en laat gerust hieronder je reactie achter.